Dan stel ik voor, zoals we dat de vorige keer gedaan hebben, vermits meneer Segers de stemming gevraagd heeft, stel ik voor, door het feit dat het over de persoon gaat, dat er een geheime stemming is. Dus degenen die akkoord zijn dat de heer Frederik Kalmijn voorgedragen wordt als aangewezen lid met adviserende stem. U stemt ja, nee of u onthoudt zich. Het is een geheime stemming. Lees mij dat eens voor. Heeft iedereen gestemd? Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemberichtingen. De uitslag: 92 leden hebben deelgenomen, 22 leden hebben zich onthouden, 20 leden hebben voorgestemd. 50 leden hebben tegengestemd, dus dientengevolge wordt deze kandidatuur niet weerhouden.